wil men in Lokeren op een artistiek niveau nog aandacht besteden aan deze 50ste verjaardag. Dat doen ze daar met Het Jaar van de Adelaar, een speciaal voor Lokeren geschreven toneelstuk dat wordt opgevoerd door theater De Schitzo's. Maar weet jij waar dat uw broerke mee bezig is? Pak dat niet of dat hij is. Dat is zijn karakter. Zijn karakter. Ik zou niet naar mijn eigen kijken, moest ik van u zijn. Waar gaat jij nu naartoe? Kom, pippa! Ja, nee. Het Jaar van de Adelaar is een docudrama over het leven in Lokeren tijdens de Tweede Wereldoorlog. Liefde, haat, angst en hoop zijn daarin steeds weerkerende elementen. Alain Pringels schreef het toneelstuk en regisseerde het ook. We starten bij het begin van de oorlog. Dan allerlei dingen die gebeuren, mensen die kiezen voor de zwarte kant, mensen die kiezen voor de witte kant. En we kijken wat het gevolg daarvan is binnen familierelaties, zonder dat we de politieke consequenties of de politieke zaken daarbij betrekken. In het stuk wordt veel aandacht besteed aan de rol van de vrouw tijdens de bezetting. Het waren 5 jaar van moed en zelfopoffering. Zij moesten zorgen dat er eten op tafel kwam en waren vaak een belangrijke spil in het werk van het verzet. Mij interesseerde vooral het overleven van vrouwen tijdens de oorlog. Ik heb interviews gedaan met mensen hier te Lokeren die de bezetting hebben meegemaakt. En daaruit bleek vooral dat vrouwen de interessantste verhalen hadden over Lokeren zelf. Het decor en de encenering zijn heel sober en donker gehouden en stralen werkelijk de sfeer van de oorlogsjaren uit. Kom, kom, man! Het Jaar van de Adelaar speelt in de Torenzaal in Lokeren op 30 september, 1, 2, 7 en 8 oktober telkens om 8 uur.